Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn Beach Day Essentials met jullie delen. Wat kan je niet vergeten op een stranddag? Het warme weer komt er nu echt aan, dus ik dacht ik moet dit snel voor jullie opnemen. En laten we maar gewoon snel beginnen. De strandtas die ik momenteel heb, dat is deze en die heb ik gekocht op Mallorca. Hij is niet mega groot, maar daarom vond ik hem juist heel schattig. En ik heb dus helaas geen linkje, het was echt zo'n random toeristisch boutiqueje ergens midden op Mallorca. Maar ja, meestal op vakantie dan kan je dit wel vinden. Maar voor degenen die lekker in Nederland blijven, zal ik een paar leuke opties voor jullie linken in de beschrijving. En wat neem ik allemaal mee in deze tas? Wat ik heel graag mee heb en wat ik altijd vergeet, en daarom begin ik hiermee, dat is mijn waaier. Maar het is zo fijn om hem wel te hebben, zeker met zulke warme dagen. Deze is van Patrick Ta, die komt van Cult Beauty. En hij is roze. Maar ook dit kan je eigenlijk, volgens mij zelfs bij de Action kan je een waaier kopen. Op vakantie kan je ook altijd leuke waaiers kopen. Dan het volgende. Dit is iets wat je waarschijnlijk niet meteen in je opkomt. En daarom geef ik die tips als eerste. Maar dit is een picknickkleed van de Action. En wat ik zo fijn vind aan deze is dat die niet gewoon een deken is. Maar de onderkant is zeg maar, ja dit een soort plasticachtig. En daarom ligt het net wat lekkerder, maar ook... heb je net wat minder wat zand of zo. Het liefste, als ik eerlijk ben, heb ik zelf een bedje op het strand met een parasol. Dan zit ik gewoon zoveel mogelijk in de schaduw. Maar als er geen bedjes zijn of als je er wel van houdt om echt in het zand te liggen, dan raad ik deze van de Action heel erg aan. Ze hebben verschillende printjes en je kan hem ook heel gemakkelijk meenemen. Het volgende item wat niet mag ontbreken op je stranddag, dat is een bikini cover-up. En mijn favorieten zijn van Chiquelle. Ik heb deze en deze had ik ook op Mallorca aan. En echt heel mooi. Deze is wel wat een warmere bikini cover ook, omdat hij ook lange mouwen heeft. De achterkant is open. Heel mooi. Hiervan staat een foto op mijn Instagram. Mijn Instagram is gewoon Julia Verwij en een linkje staat in de beschrijving. Dus als je me daar nog niet volgt, vergeet het zeker niet om te doen. Maar dit is echt een jurkje. En stel je gaat aan het eind van de dag uit eten... dan kan je deze wel aandoen als je echt zo een beetje op het strand gaat avondeten. Als je echt naar een wat chique restaurant gaat, dan zou ik dit zeker niet aandoen. Het is gewoon heel doorschijnend en het is echt wel beach vibes. Maar ja, ik vind deze heel erg leuk. En ze hadden ook een rok van dit materiaal. Stel je zit op het strand en je gaat even een ijsje halen. Dan wil je misschien niet alleen in je bikini. Ik weet niet, sinds ik echt die bikini covers ontdekt heb, toen ik jonger was, had ik dat nooit. Maar ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Dus dit is zo'n rok, die kan je heel makkelijk, heel snel even omknopen. En ja, het is net wat bedekter of zo. Het voelt, ik vind het gewoon prettig. En dit is dus ook zo'n gebreid stofje, hele mooie kwaliteit. En dit is een wat langere rok. Maar mijn favorieten, dat zijn eigenlijk deze. En die kan je gewoon... kijk, dit lijkt net een soort van sjaal. Die kan je ook zo makkelijk omknopen. Deze hou ik soms ook gewoon om als ik wel op een bedje zit of op een stoel zit, whatever. En hoe ik dit ook gebruikt heb toen ik vanzelf in de zee ging, toen deed ik dit over mijn schouders. Het is toch net weer dat je schouders niet zo verbranden, ook al smeer je in. Dus ja, het is heel erg luchtig. Het droogt ook heel erg snel op, mocht het wel nat worden als je in de zee gaat. Maar ja, ik vind het echt een top ding. En deze is dus ook van Chiquelle. Echt mijn all-time favorite. Kijk, het is ook heel klein. Neemt geen echte extra ruimte in. En dan nog een andere favoriet van mij. Deze staat ook op mijn Instagram. Dit is een rok. En als je hierbij nog een leuke crop top aandoet, dan heb je echt een outfit. Dus dit is weer een wat ander item. Maar die kan zeker ook als bikini cover-up. En ook deze is van Chiquelle. En dat is eigenlijk echt toevallig. Ik heb deze namelijk al... meer dan een jaar. En deze heb ik recent, maar ook al heel veel gebruikt. Dus ja, toen dacht ik, hey, mijn favoriete bikinis zijn allemaal cover-ups, zijn allemaal van Chiquelle. Maar goed, die zou ik dus zeker aanraden. Ik heb af en toe een kortingscode van Chiquelle. Die is volgens mij momenteel niet geldig. Ik zal het even controleren. Dit is ook niet een gesponsorde video of wat dan ook. Door niemand trouwens. Ook niet door alle andere merken die je voorbij gaat zien komen. En mocht die werken, zal ik hem in de beschrijving erbij zetten. En dan het volgende item, nu we het toch over cover-ups hebben. Dat is een hoed. Zo fijn om je hoofdhuid te beschermen, om je haar te beschermen. Net wat extra zon.
ik merk net wat extra zon. Ik bedoel net wat extra schaduw. Ik merk ook, stel je wil wel iets op je telefoon of iPad kijken, whatever, als je echt de hele dag op het strand bent. Ik merk dat ik gewoon mijn scherm beter kan zien als ik een hoed draag. En op vakantie had ik hem zelfs, die van mijn zusje, ook even gepakt. En dan zet ik zeg maar eentje op mijn hoofd en eentje zet ik zo boven mijn telefoon. En dan kan je gewoon net wat beter zien. Maar een hoed is echt een must-have. Het ziet er trouwens ook heel leuk en zomerachtig uit. Maar het is ook echt gewoon bescherming. Dus ja, en ik ben heel erg streng met bescherming. Iedereen moet zoveel mogelijk smeren en beschermen. Ja, en als ze echt niet willen, dan is dat keuze aan jou. Ik ben daar gewoon heel erg streng mee. Mijn vader heeft ook door de zon huid, puntje, 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 scheldwoord, gehad. Ja, ben je daar toch wat meer bewust van? Ik zou ook nooit onder de zonnebank gaan. Ik ga ook meer naar het strand echt voor de vibes. Voor de gezelligheid. Ik krijg het namelijk ook binnen 1 seconde al heel warm. En dan word ik onwel. En speaking of warm worden en onwel worden. Ik heb ten alle tijde koud water bij me. Deze fles houdt je water echt heel lang koud. Ik heb ook deze van Dopper. Die doet hetzelfde. Maar wat ik zo fijn vind aan deze. Deze is van Kombucha. Die heb ik besteld op bol.com. Ik zal ook een linkje in de beschrijving zetten. Maar deze heeft een rietje. Dus je kan gewoon zo drinken. En dat vind ik zo fijn. Ik merk dat ik daardoor veel meer water drink dan wanneer je echt die dop eraf draait en zo moet drinken. Het is heel minimaal, maar ja, ik vind dit gewoon een hele fijne fles. Ik was altijd mega fan van Dopper, ben ik ook nog steeds. Ik heb hier momenteel mijn thee in zitten, want hij houdt namelijk ook water weer warm. Niet helemaal geschikt misschien voor een stranddag. Je kan er natuurlijk ook ander drinken in doen. Maar drink gewoon echt genoeg water. Dat is gewoon heel belangrijk, zeker met die hitte. Dan natuurlijk de zonnebril. Die gaat eigenlijk gewoon niet af bij mij. Ik krijg heel snel migraine als ik hier zeg maar zo mijn ogen, ja, gewoon dit aanspan door de zon. Als je in de zon kijkt, gaan je ogen een beetje zo trekken. Weet je wel, dat je met je zo kijkt. En dat heb ik dus ook al als het buiten gewoon heel fel licht is. Niet per se als de zon heel erg schijnt. Dus ik krijg daar heel snel migraine van. Dus ik leef echt met een zonnebril. Zorg wel dat die niet de allergoedkoopste is. Want die beschermt dus je ogen niet goed. Deze van Ray-Ban, daar zit echt een filter in. Een bepaald UV-filter die ook je ogen beschermt. Je ogen, hoe belangrijk zijn die? Nou, echt een van de meest belangrijke dingen eigenlijk. En dat is gewoon niet iets waarop je moet besparen. Als het echt niet anders kan. Er zijn natuurlijk ook wat meer budgetopties die wel ook een goed filter hebben. En de volgende bril die je koopt, dat wordt echt een polarized zonnebril. Dat heeft Mick namelijk ook. En dat is zo fijn. Helemaal voor mijn ogen. Ik weet niet waarom ik zulke gevoelige ogen heb. Ik ga dus zeker een gepolariseerde zonnebril kopen hierna. En dan is het tijd voor de beauty tips. Dit is de Luxe Makeup Bag van Kiss Blush. Dat is mijn eigen webshop. En dit is een heel zacht en mooi make-up tasje die je voor alles kan gebruiken. Soms gebruik ik deze ook niet als make-up tas. Ik heb er echt 3 in gebruik. En dan doe ik die gewoon in mijn tas met allemaal kleine losse dingetjes. Dat het allemaal in 1 ding zit. Maar nu is het een beetje de zomer beauty bag. Ik ga even van alles eruit halen. Natuurlijk een SPF. Ik gebruik SPF 50. En ik vind La Roche-Posay een heel fijn merk voor zonnebrand. Het is namelijk heel fijn als je een gevoelige huid hebt. Ze hebben echt hele goede producten. Dit is een spray. Niet zo'n spray als een, zeg maar een deo mist, maar wel gewoon zo'n spray. En ik gebruik sowieso alleen maar SPF 50. En ik weet dat het verschil met SPF 30 niet heel groot is. Ik vind het gewoon fijn om 50 te gebruiken. En ik word dus alsnog bruin, hè. Ik zit in de schaduw. Ik heb bikini cover-ups. Ik gebruik SPF 50. Ik word alsnog bruin. In een paar dagen op vakantie, nou echt na 1-2 dagen al, stond mijn bikini er helemaal in. Dus denk niet dat je niet bruin wordt. Ook met SPF op word je bruin. Oh ja, dan wat betreft de make-up. Zelf vind ik het niet prettig om heel veel make-up te hebben. Helemaal niet met poeders en alles. Maar wat ik een heel fijn product vind, dat is toevallig ook van La Roche-Posay. En dat is voor je gezicht. 50. Helemaal je gezicht, jongens. Bedek het goed, bescherm het goed. Deze heeft een kleurtje. En die maakt je net wat bruiner. En door deze crème heb ik ook niet echt de behoefte om blush of bronzer aan te brengen. Dus dit is echt een hele fijne soort dagcrème. Ja, letterlijk een dagcrème eigenlijk. SPF crème voor je gezicht. Dit is een beetje extra.
Maar ik merk dat ik in de zomer hele droge handen krijg. Ik ben toch wel veel je handen aan het wassen. En op het strand heb je natuurlijk zand en zeewater, zout. Dus dan kan je huid best wel uitdrogen. En ja, je hebt overal zonnebrand, maar je handen die was je dan weer. Dus ik vind deze handcreme heel fijn van Rituals. Deze heeft een SPF 15 en dit is echt een handlotion. En die ruikt ook heel erg lekker. Het is namelijk niet goed om parfum op te doen als je vol in de zon gaat. Dus dan kan je beter wat producten gebruiken die heel lekker ruiken. Zoals een zonnebrand met een bepaalde geur. Ik denk dat de meesten van jullie deze geur van Rituals wel kennen. Maar die is echt heel erg lekker zomers. Mocht je toch mascara willen dragen, ondanks dat je de hele dag een zonnebril draagt, dan zou ik deze van Catrice aanraden. Dit is de Stronghold Volume Mascara Waterproof. Ik heb normaal een hekel aan waterproof mascara. Helemaal gewoon voor dagelijks. Maar laatst ging ik naar de spa. Toen had ik deze opgedaan. De sauna, stoom, dingen, alles. En het zat er nog op. Dat was echt een miracle. Dus deze is super goed. Gewoon van Catrice. Hij heet Lash Changer. Dus mocht je toch mascara willen dragen, dan zou ik je deze zeker aanraden. Dan heb ik deze ook altijd bij me. De Kiss Blush Brush and Mirror. Dit is gewoon een klein spiegeltje. En een mini haarborstel. Sowieso handig van dag tot dag om in je tas te hebben. Ook als je niet naar het strand gaat. Ik heb deze eigenlijk echt altijd bij me. Als je echt iemand bent die de zee in gaat en je haar nat maakt en zout en zand, whatever, dan is het fijn om je haar ook een beetje te beschermen. Ik heb deze spray van Glisker, de Total Repair. Dit is een mini size, heel handig. Kan je gewoon een beetje in die puntjes doen. Je kan ook van tevoren al wat conditioner in je haarpunten doen, voordat je naar het strand gaat. En ik heb deze Tangle Teaser. En dit is echt een wet brush, geschikt voor nat haar. Dus heel fijn om dan je haar wat door te kammen als je er conditioner of dus deze spray in hebt gedaan. En hoe schattig is deze mini. Ik vind deze echt perfect voor op vakantie. Deze is echt voor in mijn tas. En deze vind ik echt voor vakantie. Dan hoef ik niet mijn grote haarborstel mee te nemen. Maar die van Tangle Teaser zijn echt perfect voor nat haar specifiek. Oh ja, bijna vergeten. Een lipbalsem met SPF. Vergeet ook je lippen niet. Je lippen kunnen verbranden. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ik gebruik ook altijd een lipbalsem met SPF. Deze is van Paula's Choice. Alleen de tekst is er vanaf. Maar dit is een Paula's Choice Lip Balm. En nog iets wat ik altijd vergeet en dan op het eind van de dag echt wens dat ik het mee had genomen. Dat is iets van een muggenbeet stickroller. Als je op het eind van de avond uit eten gaat en je zit nog lekker buiten, vanzelf komen de muggen. Of iets wat bijvoorbeeld de muggen afweert. Zo'n bepaalde geurstick. Dat die muggen überhaupt al niet in je buurt komen. Dan ben ik er al bijna doorheen, denk ik. Ja, ik vind het zelf altijd fijn om mijn haar vast te doen. Of met een elastiek of met zo'n klem. Deze is van Ethos. Maar ik denk dat dit al mijn strand beach essentials waren. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me zeker weten als ik iets ben vergeten. Wat kan bij jou niet ontbreken in je strandtas? Laat het weten in de comments. En dan zie ik jullie snel in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Bye!